Nog een Belgische film in het programma is Etat Noir. Het is een debuut, de eerste lange speelfilm van een duo, jonge regisseurs, Pieter Dumoulin en Timo de Keizer. Ik had al een kortfilm van hen gezien en in die kortfilm bleek al hun talent, vooral voor sfeer, vooral voor een stemming op te roepen en iets te creëren dat zeer cinematografisch is, maar dat daarom niet noodzakelijk zeer narratief is. Waar mensen natuurlijk soms mensen problemen hebben. Dus die Etat Noir is ook een film die... Het is een heel kleine film, ik vind het ook een kwetsbare film. Ik vind ook dat we dat moeten tonen, dat type film. Maar het is een film die geen spectaculaire kwaliteit, die niet spectaculair is, op geen enkele manier. Het is ook een film die aan de toeschouwer wel vraagt, niet alleen om erin mee te gaan, maar om zelf mee met de film, denk ik, je eigen film te maken. Dus in die zin dat er veel dingen niet uitgelegd worden, dat er een soort mysterie in de film zit dat niet, dus namelijk zegt, opgelost wordt. Dus, en je voelt van in het begin dat, dat, want regisseur vind ik dan ook vaak, en dat is ook soms noodzakelijk, ik vind dat de regisseur van in het begin van zijn film een beetje de kaarten op tafel moet leggen. Dat zijn uitzonderingen op, want meestal de kaarten op tafel leggen en eigenlijk kan het publiek zeggen, maar niet met woorden, maar met zijn beelden, wat soort film de toeschouwer gaat zien, zie je. En als je dat, in het begin voel je dat al, en als je daarin meegaat, vond ik dat een heel interessante film. En zeker een ambitieus filmdebuut van twee jonge regisseurs. En ik hoop ook dat, dat die nog veel films gaan maken en dat we ook nog van hen zullen horen. En dus een film die, ja, die ik zou aanraden aan toeschouwers die toch ook aanvaarden dat film niet gedomineerd moet worden door een verhaal of door een verhalende structuur, maar dat films ook op andere manieren kunnen opgebouwd zijn en andere dingen doen die interessant zijn op het vlak van het filmmedium, zonder dat je eigenlijk het verhaaltje onthoudt.